Goedemorgen. Het is niet zeker of de degradatiewedstrijd tussen NAC en Heracles morgenavond door kan gaan. Vandaag wordt namelijk getest of het stadion in Breda veilig genoeg is. Een paar weken geleden was er ook al discussie rond het stadion. Er zitten scheuren in de hoofdtribune, maar volgens een ingenieursbureau was er geen gevaar voor bezoekers. Uit nieuwe berekeningen blijkt dat er toch meer druk op de tribune staat dan men in eerste instantie dacht. Ga maar eens kijken bij dat stadion van NAC, bij verslaggever Ronald Streeten. Ja, Ronald, raar verhaal toch? Nu is het in één keer hartstikke onveilig. Sorry, kan je je vraag even herhalen, want dat kon je niet verstaan. Ik zeg, het is toch een gek verhaal, hè? Twee weken geleden was er niks aan de hand en nu is het in één keer onveilig. Ja, klopt. Het is een heel raar verhaal. En waar het eigenlijk op neerkomt is dat onderzoek waar je het zojuist over had, dat onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren, ja, dat klopt niet. Er zijn allemaal weer nieuwe feiten aan het licht gekomen. Want in dat rapport stond eigenlijk dat het NAC-stadion hier op de korte en op de middellange termijn veilig zou zijn. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. En dat erkent ook de burgemeester van Breda, Depla. Ja, we hebben steeds gezegd we moeten maatregelen nemen. Maatregelen die tijdens de zomerstop genomen hadden kunnen worden. Een onderzoeksbureau heeft ons laten zien dat misschien de veronderstellingen waar we steeds van uit zijn gegaan, wat de oorzaak zou kunnen zijn van de scheuren en het beton, dat het verkeerde veronderstellingen waren. Ja, Ronald, nu wordt er vandaag getest of dat stadion veilig genoeg is. Hoe gaan ze dat doen? Nou, wat ze allereerst gaan doen is dat ze de tribune, de hoofdtribune, wat daar gaat het om hierachter, die gaan ze stutten. Dat doen ze met de ijzeren staanders. Ze zijn er al nu mee bezig, misschien kan je het horen. Zij is al denk een kwartiertje mee bezig. Wat ze daarna gaan doen, dan gaan ze de druk testen van die tribune. Want ja, je moet natuurlijk wel meten of het nu wel goed gaat. En dat gaan ze doen door middel van het neerleggen van 1500 zakken met kunstmest. Of misschien wel zand, dat weten ze nog niet precies. Maar die gaan ze dus op de tribune leggen. En dan gaan ze meten, kijk maar of het nu zeg maar, wel goed is. Zeg maar, of die staanders genoeg weerstand bieden zeg maar, aan die druk van de tribune. Ja, en dan gaan ze uiteindelijk beslissen wat er gaat gebeuren. En nu is morgen die wedstrijd thuis tegen Heracles, de wedstrijd van het jaar. Wanneer weten de fans of die wedstrijd doorgaat? Nou, het testen gaat hier om 10 uur beginnen. Althans, om 10 uur gaan die zandzakken of die kunstmestzakken gaan op de tribune. Daarna gaan ze dus kijken, gaan ze dus meten. En dan zal rond, ik denk 1 uur, half 2, zal bekend zijn of er publiek morgen bij die wedstrijd mag zijn. Of die wedstrijd überhaupt wel doorgaat. Wachten we af, dankjewel Ronald.